Schoonwerken is heel belangrijk. Dat straks niet je hele potje vol met vieze vingers zit. Nee, je potje moet schoon blijven. Dus die handdoek is heel belangrijk. Dan de handeling die we zo direct gaan doen, is dit. Hier heb ik straks die klei vast. Dit en dat. Dit en dat. Als ik deze verander, moet ik ook die veranderen. Dus ik doe dit en ik doe dat. Hier heb ik straks die klei vast. Des te platter ik deze hand hou om zo direct te trekken, des te platter wordt mijn oor. En des te breder wordt mijn oor. Dus dit heb ik straks ook zo vast. Dus ik trek zo en ik trek zo. Ik help die klei alvast een beetje om een aanzetje te maken waar ik mee ga trekken. Hoe breed mijn oor wordt, hangt af van mijn potje die ik hier heb staan. Klein bekertje, een smalle oor. Een grotere beker, een breder oor. Er zijn qua maken van oren heel veel methodes, hè? Maar getrokken oor wordt het mooist. Oké. Dit kan je boven de aardig thuis oefenen. Ik doe dus een paar keer zo. En ik doe een paar keer zo. Zorgen dat je klei goed nap is. En laag ze vorige week om in het leuk, hè? Een paar keer zo. Ja. Mieke moet altijd zo lachen als ik ben. Ja, dat is ook ja. Een paar keer zo. Wat ik namelijk doe, ik maak met dit stuk van mijn hand, maak ik deze zijkant. Deze zijkant. En ik maak met die andere kant, die andere zijkant, als ik hem draai. Dit is de voorkant van het oor. Ik doe een paar keer zo. En ik doe een paar keer zo. Zorg dat je heel even bovenaf trekt. Nat, hè? Nat. Ik zet eventjes... Oké, dit zet ik erbij. Dan kan dit bakje even voor iedereen. Oké, van bovenaf naar beneden. Knuipen. Maar jij draait die klei maar op je hand. Maar je kan ook... Nee, ik doe niet helemaal zo. Ik doe niet helemaal zo. Ik heb hem hier vast en ik doe dit. En ik doe dit. Ik doe dit. Ja, want ik heb hier 100 potjes staan. Dus ik maak gelijk een heleboel oren. Ik maak nooit één oor. Ik maak meteen zoveel oren. Als ik dan al die 100 potjes in het oor moet zetten, dan duurt het heel lang voordat ik altijd maar één oor heb. Je maakt er wel een kleine bende van je. Ja, daar hebben we straks aan op. Nee, maar ik zie dat thuis al bij mijn aardig, namelijk. Niet zo erg. Ik had hier een opname gemaakt. Voor YouTube, hè? Ja, ja. En je kan ook zeggen, ik wil een werkje in mijn oor hebben zitten. Je rechterhand, voor de mensen die recht zijn en recht strekken. Als je hier een goede nagel hebt, dat heb ik niet, maar als je daar een goede nagel hebt, des te mooier werkje krijg je. Je haalt hem hier doorheen. Yeah, lucky! We zaten erop te wachten. Ja, ja. En ik werk die zijkant af. Ja, dan... kijk, hij breekt heel wat. Hij kon je op wachten. Ja. Een paar keer zo en een paar keer zo. Gaat dit goed? Nee. En dan doen we dat. Dit en dat. Ach, maar als ik dit en dat doe, moet ik ook dit en dat doen. Hoor. Oké. En ik trek hem zo direct ook nog verder aan mijn potje. Dus ik maak hem wel op breedte die ik hebben wil, maar nog niet op dikte die ik hebben wil. Heb ik getreden? Ja. Zie je toch dat hij bij jou vrij lijkt. Je moet hem dus niet echt knijpen. Nee. Trek hem door. Nee. Ja. Nee. Je haalt aan de onderkant even dat boordje eraf of zo. Om te voorkomen. Bijvoorbeeld, ja. En anders dan breek je in tweeën. Nee. Als je beneden klopt klei hebt, dan breek je op helemaal niet in tweeën. Ik trek hem dus ook nog verder aan mijn potje. Maar moet je helemaal rond worden? Dus dan rond. De achterkant. Je maakt nou drie lijntjes, zeg maar. Drie lijntjes, twee zijkanten ja. En één
de middelste. Dan zo gauw je je oren gaat leggen op die tafel, plakken ze vast, hè? Ja. Dus even een plaatje waar je die oren op vastzet. Oké, mijn 100 potjes. Oh joh. Dat doe je even. Ja. Nou ja, zo ga je. Ja. Ja. Handdoek ernaast. Je potje, bepaal je. Waar wil je je oor hebben zitten? Ik doe nooit een oor helemaal aan de bovenkant. Want dan heb je, vind ik niet mooi. Maar dat is heel persoonlijk, hè? Als je dat wel wil. In eerste instantie gaan we een oor aanzetten die zo mijn potje, dit is mijn potje, die zo en zo komt. Oh. Je hebt natuurlijk ook oren die zo en zo kunnen, hè? Ja. Maar we gaan even voor het makkelijke eerst. Dus we krassen eerst eventjes in, daar waar het oor komt te zitten. En niet even inkrassen, nee behoorlijk inkrassen. Behoorlijk dat het een prutje, als je bakje nou een beetje de harde kant is, doe je hier even een druppie water tussen. Ja? En je krast even iets meer in dan dat je nodig hebt. Dus dit is inkrassen, hè? Je hebt je twee handen nodig. Dus mijn potje zet ik neer. En wat ik hier heb, komt aan mijn potje te zitten. Dus ik pak mijn oor. Ik doe hem hier langs mijn vinger. Zodat dat wat droger is. Ik hou dus dit eraf. Dat het wat droger is en wat rechter is. Dan klop ik hem nog eventjes zo. Want dit komt zo direct naar mijn potje te zitten. Wat ik niet mag doen is gaan knijpen. Als ik knijp, wordt hij hier dunner. Nee, hij moet hier net zo dik blijven als daar. Dus mijn potje hier, ik heb een hand aan die binnenkant. Mocht mijn potje wat aan de zachte kant zijn, dan druk ik hem niet in. Dus wat ik zo direct doe, ik druk hem er dus zo aan. Ik knijp niet. Knijpen echt verboden. Ik zet hem er tegenaan en dan wik ik hem er tegenaan. Dat betekent dat hij hier nu breder wordt. Maar dat is niet erg, want ik moet hem nu nog vast gaan zetten. Dus ik zet hem hier vast. Dit moet horizontaal blijven, want als dat niet is en dat gaat naar beneden toe, dan gaat hij hier scheuren. Dus ik zet hem hier vast. Ik zet hem hier vast. Hier aan die bovenkant vast. En aan die onderkant vast. Helemaal rondom vast. Helemaal rondom vast. Je hebt hier dus geen slip bij nodig. Nee, nee. Je hebt geen slip hier bij nodig. Nee, je potje is dus leerhard. Ja, ja. Als wat aan de droge kant is, dan doe je daar even een druppie water in. Een beetje slipachtig. Oké, nou is dit weer de bovenklei, hè? Dan ga ik hier aan trekken. Vandaar dat ik hem inkerf, want als ik dat niet doe, dan trek ik hem eraf. Dus ik doe nu heel voorzichtig. Dezelfde handeling. Of weer. Ja, denk ik ook. En nu trek ik hem dus niet op breedte die ik hebben wil, want de breedte heb ik voor gekozen. Maar ik heb nu wel de dikte die ik hebben wil. Ook weer nat, hè? Maar je maakt hem dunner. Ik maak hem nu dunner. Ik ben begonnen met zo'n stukje en hij is ongeveer zo. En hij moet hier net zo dik worden als daar. Dus ik doe een paar keer zo. Helemaal van bovenuit. En dan ligt het eraan hoe dik is mijn rand. Hoe dik moet zo direct mijn oor worden. Dat moet natuurlijk in verhouding zijn. Hè? Hoe breed, hoe dik enzovoort. Dat ligt eraan wat je in je hand hebt. Oké, dan vind ik dit wel hierbij passen.